Kijker van Kicks Games, welkom bij deze gloednieuwe Mario Maker video met Peter. Het is even geleden, ja, dat klopt. Ik ga je alle smoesjes besparen. Het was een samenval van omstandigheden en voornamelijk gewoon een gebrek aan levels. Maar nu heb ik weer een paar levels en die gaan we lekker spelen vandaag. Michiel van der Beek heeft een leveltje voor ons gemaakt. Het eerste wat mij alweer opvalt is gewoon die 0,29% slagingspercentage. Om te janken. Maar hey, we gaan het gewoon spelen en het gaat geweldig worden. Let's go. Oké. Oké. Beginnen we met een makkelijk level. Zie ik alweer. Om er even in te komen. Thanks. Stomme gelachen ook de hele tijd er doorheen. Moet dat nou, jongens? Kunnen we het niet gewoon één keer gezellig houden? Nou jongens, hebben jullie het ook zo gemist, Mario Maker? Als kiespijn. Ongelooflijk. En dan sta je daar, en dan. Nou, Michiel van der Beek, thanks voor deze inzending. Wauw. Het volgende level op de lijst is een level van Raymond Hogevorst. Hij heeft ons nog nooit teleurgesteld. Peter versus Robot met een slagingspercentage van 2,38%. Let's go, mensen. Hey, een level waarbij je niet meteen doodvalt. Dat is eigenlijk gewoon al aangenaam. Is ergens iets verstopt hier? Ja, joh. Zo gaat dat. Zo gaat dat tegenwoordig. Je gooit een schild in het niets. En daar krijg jij voor terug één sleutel. Not even close, zeggen ze dan waar ik vandaan kom. Ik denk dat we in die buis moeten. Dus laten we dat er maar nu doen. Een hamer, gooi man. Holy fuck, stop! Als dat goed was gegaan, jongens, dan was ik helemaal lijp geworden. Oké, daar gaan we. Op avontuur bij de hamerman. Shit. Ik was op twee manieren dood gegaan daar. Eén door de hamer en twee door het schild. Hamerman part 3. Kijk. Fortuinlijk. Opgeruimd en netjes. Daar gaan we. Nieuw avontuur. Met nieuwe gebieden. En de heks. Ook de heks is hier. Op plekken waar je hem niet verwacht. Let's go. Dit gaat allemaal op het gemakje. Maar de heks is nog steeds één klootzak. Op deze manier kunnen we de heks misschien wel avoiden. Maar we moeten hem killen. Dus dan doen we dat maar, hè. Let's go! What? Ik weet niet wat daar de bedoeling van was, maar ik vond het venijnig. Kamehameha! Oh. Waar moeten we heen, jongens? Oh, daar zat de sleutel. Ik wil dit ding meenemen, hij is zo sterk. It can't be done. We moeten hem achterlaten, onze vriend. I was wrong. Er is een checkpoint. En een Bowser. Junior wel te verstaan. Hela. Dat was bijna mijn dood. Dat was ook bijna mijn dood. Dit was mijn dood! Wat een toeval, jongens. Maar we hebben een checkpoint. Dus we mogen gewoon verder waar we gebleven waren. Iets zegt me dat Bowser Junior er aan moet. Dus dan gaan we dat maar doen, hè. Maar hoe komen we bij hem? Het probleem is dat hij ons wel kan raken en wij hem niet.
Tenzij er hier wat te doen is. A few moments later. Oh, die schilder kun je wel door die... Ja. Dat is een hele goede zin van mij. Dit kun je dus doen. Dus dat gaan we dan ook maar doen, hè. Oh jee. Fuck! Er gebeurt heel veel. Het is eventjes concentratie hier. Dat was 2. Waarschijnlijk moeten we hem 3 keer raken. Oh jee. Niet. Nee, doe het niet, hondje. 3, kom op. Is dat genoeg? Dat was genoeg. Wegwezen hier. Opgeruimd staat netjes. Ai jee. Oh jee. Ik haat dit soort dingen. Splat. Focus. Nee, ik stond erop. Alles was goed. Waar ging het mis? Matty. Poging 3 op de bewegende muur. Nee. Nee. Oh, no. Het is niet zo makkelijk als het lijkt. Oh, no. The wall of kanonskeugels. Nee, not this time, flower. Flower boy. Ja, kruip in het buisje. Heel goed. We krijgen een vliegpet. Hoe werkt het ook weer? Ik weet het alweer. Heel fijn, zo'n vliegpet. Is dit de bedoeling? Dit was de bedoeling! Yatta! Viel me niet tegen eigenlijk. Bedankt voor die checkpoint, want anders was het wel daadwerkelijk een heel stuk moeilijker geweest. Sowieso een sterretje voor jou. Dat was gewoon deze aflevering voor deze keer, mensen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Makers, willen jullie nou dat deze serie gewoon blijft gaan? Willen jullie dat jullie levels gespeeld worden? Maak ze dan voor mij en drop ze in de comments. Bij voorbaat dank. Vonden jullie dit nou een leuke aflevering? Doe dan snel even een duimpje. En vergeet niet te abonneren op Kicks Games natuurlijk. En zoals altijd zeg ik vanaf hier... Tjie! Yo!